gaat over het heilige vader- en moederschap in de oude Indiase Veda's. De hemelse wijsheden die wij hier behandelen, die beschrijven unieke geestelijke wetenschap. Een coherent stelsel van kosmische wetmatigheden en feiten. Wat de grondslag van alles is. En van oudsher heeft de mensheid via hemelse meesters, die ook vaak engelen genoemd worden, kennis uit deze bron mogen ontvangen. En dus wat we hier vertellen, de wijsheid van Jozef Rulof, kun je ook terugvinden in heel veel andere religies. Zo zien we in de oude spirituele stromingen, zoals de Advaita Vedanta, een hindoeïstische stroming, en in de filosofie van het oude Egypte en later in het vroege christendom, al eenvoudige uitingen van basisprincipes van de universele wetenschap terug. Een mooi voorbeeld is de almoeder. In de Vedische leer vinden we de almoeder terug als Devi Mata, de goddelijke moeder, de bron van al het leven. Met het chanten en reciteren van de mantra Jaya Jaya Devi Mata Namaha wordt in deze religie de almoeder geëerd. En ook heel bijzonder is dat in de oude Vedische literatuur het samenkomen van het vrouwelijk goddelijke en het mannelijk goddelijke als heilig werd beschreven. Het is een prachtige mantra, de Mula Mantra, Om Sat Chit Ananda Parabrahma, Purushottama Paramatma, Sri Bhagavati Sameta, Sri Bhagavate Namaha. En wat zegt die mantra nu? Toen wist men al dat het samenkomen van het goddelijk moederschap, Sri Bhagavati, en het goddelijk vaderschap, Sri Bhagavate, heilig was. Ananda, Parabrahma in Sanskriet. De Advaita Vedanta stroming die gaat er ook vanuit dat de menselijke ziel, Atman, gelijk is aan het allesomvattende Brahman. Je zou dat de albron kunnen noemen. En in het Sanskriet, de taal van de Vedas en andere heilige Indiase geschriften, betekent Advaita, die leer, dat betekent letterlijk niet tweeheid, niet gescheiden. Mens, de ziel van de mens en God zijn niet gescheiden. Het is ook een bekend verhaal in het Sanskriet uit de Chandogya Upanishad. En dat gaat over het wezen van de menselijke ziel, dat dat Atman is. En in dat verhaal onderwijst de Brahmaan, de geleerde, Udalaka, die onderwijst zijn zoon Shvetaketu. En die wil hem vertellen, wat betekent dat nou Atman en Brahman? En dan zegt Udalaka tegen zijn zoon, breng mij een vrucht van de Nyakrada-boom. Haal het zaadje eruit, splijt dat zaadje en wat zie je dan? En dan zegt die zoon, Shvetaketu, in het geheel niets, heer. En dan zegt Udalaka, dat wat je niet ziet, dat is werkelijkheid. Dat is Atman, dat is wat alles heeft. En dat zijt ook gij, Shvetaketu. Een ander voorbeeld uit de Advaita Vedanta is Ramakrishna. Ramakrishna was een bekende guru. Die leefde ongeveer van 1830 tot 1880. En op de foto zie je hem in meditatie zit. En links van hem zijn vrouw Sri Sarada Devi. En rechts van hem zie je Swami Vivekananda. Dat was zijn discipel. En Swami Vivekananda heeft ook als het ware de leer van de Advaita Vedanta verspreid. En Ramakrishna leerde hen dat alle levens, alle menselijke dingen, maar ook dieren, alles is een vorm van God. En daarom, als je dienstbaar bent naar deze levende wezens of naar andere mensen, dan ben je dienstbaar aan God. En dat staat ook mooi in de quote waarmee we deze les zijn begonnen. Tot slot, Jozef Rulof mocht met zijn hemelse meesters uittreden en bezocht de sferen van licht. En hier had hij ook contact met Ramakrishna. Ramakrishna
bevindt zich in de sfeer van licht. En in de boeken schrijven de meesters: de grote Ramakrishna bezweek vele malen, hij liep de Ganges in en wilde zich eenmaken met moeder water. Water is moederschap. En indien zijn eerste adept, Vivekananda, hem er niet had uitgehaald, was hij verdronken. En dan zeggen de meesters ook nog over de Oosterse religie: ja, mijn broeders uit het Oosten, jullie gingen diep. Jullie wisten dat we uit de wateren zijn geboren, dat de wateren moederschap bezitten voor al het leven van God. Wat weet het nuchtere Westen hier nou van? Niets. Het Westen denkt dat het Oosten niets te betekenen heeft. Maar dat is niet waar. Dat gaat veranderen. Dank u wel.